bij Igmar. Nee, ja, wij zijn toch blij met onze eerste gast hier in de studio. Is helemaal voor ons feestje hier overgekomen vanuit België. Ja. Was een jaar geleden bij ons voor het eerst in de studio. Toen hij op het randje van doorbreken stond, kwam toen met de trein nog hierheen. Maar inmiddels gaat hij door het dak heen met onder andere Are You With Me, Reality en Eagle Eyes. En bij ons hier in de studio mag ik even een groot applaus voor Lost Frequencies! Goedenavond, Felix. Goedenavond. Ja, goed jou weer hier te hebben. Weer met de trein of? Nee, deze keer was het met de auto. Okay. Vorige keer zei je dat je helemaal met de trein toen heen was gekomen. Ja, en ik wil zeggen, ik ben wel super blij om hier te zijn. Een jaar later opnieuw hetzelfde te doen met jullie. Want het was echt de eerste keer dat ik hier een DJ-set deed en een radioshow. De eerste keer maar van mijn leven. Dus ik ben heel blij om terug te komen. En ik ben minder gestrest ook. Ja, ja, ik weet dat voor, dat was eigenlijk wel heel lief. Maar ik kwam binnen, het was de allereerste keer dat je dat ging doen allemaal. En Are You With Me was net een beetje. En dan nu, laten we eerst vragen, hoe gaat het op dit moment met je? Wel, ik ben wel blij. Ja. Met alles wat er gebeurt. Ja, Are You With Me heeft super goed gedaan en mijn nieuwe single Reality ook. Ja. En ik heb dan ook alle andere remixen gemaakt voor andere vette artiesten. Dus alles gaat super goed. Wat is het geheim geweest van het afgelopen jaar? Het is natuurlijk moeilijk om over jezelf te zeggen, maar... er zijn wel super veel dingen gebeurd. Ik heb op Tomorrowland gespeeld en ik heb net aangekondigd dat ik bij Coachella ga spelen. Dus, heel vet, ja. Ja, en maar even aan te geven, Coachella is een van de grootste festivals ter wereld. Waar onder andere dus bijvoorbeeld Justin Bieber en Kanye West staan. Ja, en daar staan straks ook Lost Frequencies. Iedereen staat daar, ja. Heb je dan zenuwen daarvoor? Als je dan vast denkt van, dan moet ik daar straks gaan staan? Ja, ik denk van, er zijn zoveel live acts en ik doe dan een DJ-set die zo'n beetje anders en die is ook een ander continent. Dus je moet wel iets anders proberen, een andere show. Dus het komt wel goed, maar ik moet wel een beetje over nadenken. Jij past daar, man. Dat gaat goed, man. Want ik zeg net een paar platen. Are You With Me, Reality, Eagle Eyes. Nou, je zegt zelf al, Tomorrowland afgelopen jaar gehad. Als je nou eens, de vorige keer dat je hier was en nu, 1 hoogtepunt uit zou moeten pakken waarvan je dacht van, nou, dat ik dat mocht meemaken, jongens. Wel, ik was de eerste Belg die nummer 1 had in de UK. Dus dat was wel vet. De eerste Belgische man die... Ik wou ook echt bijna een applaus in gaan starten. Ik wou gewoon bijna nog even klaar. Ja, dat is wel mooi, hoor. Hey, en dan, goed, dan het nieuwe jaar. Ik weet nog trouwens dat je ook vorige keer zei van, ik heb eigenlijk één droom. En dat is een keer in Nederland draaien. Dat had je vorig jaar ook nog niet gedaan. Is dat inmiddels wel gebeurd? Ik heb al in Nederland gedraaid. En ik heb wel voor AD hier gedraaid. Ja. Dus dat is ook gebeurd. Meerdere keren, dat is wel super tof, super ambiance. Dus ja, opnieuw, ik kijk er naar uit om... ik speel volgende week in Noordslag. Dus ik kom er ook. Kijk, dat vinden Nederlanders leuk, hè? Als dan een Belgisch iemand horen zeggen van dat hij het leuk vindt om in Nederland te draaien, dan worden wij nog enthousiaster van jou, zeg maar. Dus, het nieuwe jaar, want onder andere dus Coachella komt eraan. En de grootste plannen, want er moet een debuutalbum komen, heb ik gehoord. Ja, ik heb de laatste maanden hard gewerkt op nieuwe liedjes. En hopelijk kan ik mijn album vlug releasen, want ik heb echt heel veel muziek gemaakt. En ik moet nu selecteren tussen alle tracks die ik gemaakt heb. Ja, is het echt zo, hè? Ja, want ik probeer telkens nieuwe dingen te vinden. En dus nu heb ik veel dingen staan en ik moet een beetje selecteren. Maar Felix, jij hebt echt enorm grote hits gehad de afgelopen tijd. Daar staan ook samenwerkingen op, denk ik, met enorm grote artiesten, toch? Ja, niet zo groot artiest eigenlijk. Ik hou het eigenlijk super graag... met mijn muziek, mijn stijl en niet te veel verwijderen, maar ik ben nog liedjes aan het maken met andere artiesten en misschien komen ze op album, misschien niet. Dus dat is misschien ook wel de kracht, toch? Van Are You With Me en Reality waren natuurlijk niet met wereldsterren met wie dat hebben gemaakt, maar juist met mensen die nog wat minder bekend waren. Ja, het komt nu meer over naar Lost Frequencies en niet naar andere namen. Ja. Dus ik neem de credits op mijn naam over en dat is wel tof. Nou, en terecht, dat mag je ook op je nemen, want we zijn blij dat we jou hier in de studio hebben en 2 jaar bij Igmar, Lost Frequencies is erbij. En met plezier. Vragen of jij een lekker setje voor ons wilt draaien, man? Nee. Nee, ja, sowieso. Ja, en nu is het tijd om los te gaan. Genoeg geluld, we willen naar een setje toe. Hier check je het setje. Ga lekker los, klik erop, hier gaan naar het setje toe. Wil je meer setjes zien? Dat kan, dat ben je van ons gewend. Hier staan alle setjes die we hebben gehad. Ondertussen altijd even een duimpje omhoog geven en hier abonneren.